Zaterdag 22 september 2012 was het Burendag. Alweer voor de zevende keer op de vierde zaterdag in september werden er activiteiten georganiseerd om buurten leuker te maken. In de gemeente Zuidplas hadden zich 11 straten aangemeld op burendag.nl. Ook in het Reobotplantsoen in Moerkapelle staken buurtbewoners hun handen uit de mouwen. Wethouder Bosman gaf het startsein en bedankte de initiatiefnemers. Wij vinden dit een heel belangrijk initiatief, omdat de buurtbewoners vandaag ook laten zien dat ze het belangrijk vinden dat de buitenruimte schoon en heel blijft. Daarnaast heeft de gemeente grond beschikbaar gesteld, die is al verwerkt in de bakken. We laten dat straks ook even zien. Met een paar honderd vaste planten die in die bakken gezet kunnen worden. Dat zullen we straks ook nog even laten zien. Een bijzonder woord van dank aan de heer en mevrouw Van Delden, die heel veel werk hierin gestoken hebben. En de heer Van Delden en mevrouw Van Delden hebben er ook nog voor gezorgd dat voor vandaag extra financiën beschikbaar gekomen zijn door de middenstand. Jong en oud spanden zich in om met de door de gemeente Zuidplas beschikbaar gestelde bezems de straten schoon te vegen. En met grond van de gemeente en planten, gesponsord door het plaatselijke tuincentrum, fleurden ze hun buurt op. Hortensia's en lavendel en allerlei struiken werden in de perken geplant. Door de vele helpende handen knapte de buurt zienderogen op en praatte men gezellig bij. En de bewoners hadden ook aan een cadeau voor de gemeente gedacht. De herinnering van deze Burendag 2012. En om te stimuleren dat de bewoners in Zuidplas op deze manier de buitenruimte schoonhouden. Ik zal dat in ontvangst nemen en zorgen dat het bij de burgemeester komt. Heel hartelijk bedankt. Op het grote grasveld in het Reobotplantsoen was het gezellig druk. Het springkussen was een groot succes. En volgens de ouders vermaken de kinderen zich het hele jaar door prima met het omheinde voetbalveld en het skatebaantje dat 's winters dienst doet als ijsbaan. Burendag werd afgesloten, waarmee het hele idee ook was ontstaan, een buurtbarbecue.